Goedemorgen allemaal. We zijn hier dus voor het webinar AR, VR, MR, XR en Metaverse, specifiek voor mode en design. Wij hosten dit webinar met Flanders DC, omdat we natuurlijk zeer sterk geloven in allerlei potentiële voordelen voor de mode- en designsector. En wij gaan die vandaag graag een beetje verder toelichten voor jullie. Zoals we in de nieuwsbrief konden lezen, is dit het webinar AR en Metaverse. Waarom? Omdat we dat de twee technologieën zijn waar we vandaag net iets vroeger, net iets dieper gaan induiken. Sorry. Eigenlijk had de titel als volgt moeten zijn. Natuurlijk, al deze letters, beter bekend als de alfabetsoep, zijn soms zeer verwarrend. Dat is ook net de bedoeling vandaag om deze terminologie een beetje duidelijker te schetsen en vooral heel tastbaar te maken voor iedereen. He, dus als jullie al deze letters zien passeren, dan denken jullie, wat is dat misschien allemaal precies? Dus deze terminologie gaat vandaag zeker ook verder aan bod komen. Maar om al eventjes te kaderen voor we er dieper induiken, augmented reality, AR, is inderdaad een extra laag die je kan toevoegen op de realiteit, op de wereld die je gewoon blijft zien rondom jou. Terwijl virtual reality, VR, net die immersieve wereld gaat creëren, dus waarbij dat je eigenlijk door middel van een bril, maar evengoed haptic suits enzovoort, eigenlijk volledig in een immersieve wereld kan kijken, bewegen, communiceren enzovoort. MR, mixed reality, is dan vaak de terminologie die gebruikt wordt eigenlijk om augmented reality next level te duiden, waar dat je dus niet alleen een extra laag kan zien, maar daar ook nog mee kan interageren. En dan XR, extended reality, is eigenlijk niet een technologie op zich, maar is de verzamelnaam van alle voorgaande. Dus die terminologie die worden zeker door elkaar gebruikt. En dan tenslotte metaverse. Er is tot op vandaag nog geen sluitende definitie hoe dat we dat met z'n allen gaan benoemen. Het is ook natuurlijk nog een technologie en volgende ontwikkeling. Aan de andere zijde is het vooral ook een concept. Hè? En een concept dat gerealiseerd wordt door al die technologieën die onder extended reality vallen. Dus ze zijn zeker allemaal heel erg gelinkt aan elkaar. De bedoeling van vandaag is inderdaad om beter te begrijpen waar ze voor staan, zodat jullie deze technologie ook vlot kunnen gebruiken en begrijpen in jullie toekomstige mogelijke pistes. Want waarom zou je effectief aan de slag gaan met al deze technologieën en opportuniteiten? Dat gaat dadelijk heel duidelijk worden in de verschillende voorbeelden die heel tastbaar gaan worden. Maar sowieso geloven wij erin dus dat er een aantal voordelen zijn, een aantal concepten waarom je dit zou moeten overwegen, die hier allemaal vermeld staan. Ik ga niet te veel tijd nemen, aangezien er enorm veel interessante content is die onze sprekers gaan brengen. We zijn vandaag heel blij om zowel de mensen van Player als van Hoest aan het woord te laten over deze verschillende topics. En zoals ik al zei, gaan we daarna verder met de Q&A. Voilà, dan ga ik het nu overlaten aan Bas, die de spits gaat afbijten om onze alfabetsoep verder te ontrafelen. Ja, zeker. Dankjewel, Anne. Nou, gaaf om hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging, Anne. Ik ben Bas. Zoals je kan horen, kom ik uit Nederland. Mijn compagnon is Belgisch en wij hebben samen Player, een AR-agency in Antwerpen. En wij ontwikkelen AR-experience voor alle grote social platformen. Dus voor Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, maar ook voor het web, voor WebAR. Maar wat dat precies is, dat ga ik uiteraard zometeen meer duiden. Ik wil jullie laten zien in mijn presentatie dat eigenlijk AR de volgende stap is in de digitale revolutie. Wat Anne net al geïntroduceerd heeft, zijn heel veel terminologieën er. En ik hoop daar met deze presentatie iets meer duiding aan te geven. En vooral ook heel praktisch te maken hoe jullie het als ondernemers zouden kunnen toepassen. Nou, dat wil ik aan de hand van deze onderwerpen doen. Dus ik wil eerst laten zien, maar wat is dan, hoe verandert die digitale marketing op dit moment? Hè? Hoe verschuift dat meer naar AR en virtuele content? En dan wil ik aan de hand van een aantal onderwerpen laten zien waar de waarde van AR vooral zit en hoe je het op verschillende manieren kan toepassen als bedrijf.
Nou, om te beginnen met die digital marketing shift. We weten natuurlijk allemaal dat de pandemie heeft de digitale transformatie natuurlijk een boost gegeven. Eigenlijk elk offline gedrag is structureel veranderd. Elk offline gedrag, als het al niet digitaal was, heeft nu dan wel een digitaal of online component gegeven. Elke markt, elke value chain heeft wel een propositie rondom online, als we die al niet hadden ontwikkeld. En natuurlijk is het wel, nu we allemaal uit de lockdown zijn, wel weer een beetje afgeremd, maar het groeit nog steeds. En de metaverse was vorig jaar natuurlijk populairder dan ooit. Je hoort er nu misschien iets minder over in de media, maar dat betekent niet dat het weg is. We bewegen onszelf heel veel online en virtueel. We leven in virtuele werelden, maar we halen ook virtuele content in de echte wereld. En daar geloof ik zelf, ik ben natuurlijk een beetje bevooroordeeld, maar daar geloof ik zelf heel sterk in de real world metaverse, dat virtuele content in de echte wereld ons heel veel gaat brengen. En dat gaat ook een verschuiving teweeg brengen. Dus waar we eerst elk bedrijf, elk merk had een online presence met een website. Op een gegeven moment werd een mobiele website. Toen kregen we een social presence met actief zijn op alle social media kanalen. Van Facebook, Instagram tot nu ook TikTok bijvoorbeeld. Zien we dat steeds meer verschuiven naar een real-time 3D presence. Dus mensen, dus merken gaan virtuele content maken om die ook via VR en AR aan te kunnen bieden. Omdat daar de doelgroep ook heen beweegt. Hè? En omdat de content steeds meer van het scherm afgaat in de wereld, om de mensen om ons heen, omdat we steeds meer met die camera naar de wereld om ons heen kijken, biedt dat gewoon heel veel kansen voor ondernemers. Nou, Anne heeft al even kort aangestipt, maar ik wil het zelf ook nog wel een keertje doen, wat het verschil is tussen AR en VR. Ik gebruik er altijd dit voorbeeld van Space Jam. Space Jam 2 om precies te zijn, waarbij je dus VR is, LeBron James, de basketballer, is met een virtueel karakter in een volledig virtuele wereld, in de Looney Tunes wereld, terwijl AR is, wordt eigenlijk de virtuele content in de bestaande wereld geplaatst. Dus Tweety is aanwezig in onze fysieke wereld. Dus AR plaatst virtuele content in de fysieke wereld. En eigenlijk doet het dat op twee manieren. Dus je hebt, mijn muis is weg, ja. Dus je hebt twee soorten AR. Je hebt eigenlijk people AR, waarbij dus de camera gericht is op de persoon. Dus je kan dan iets doen met het gezicht van de persoon, rondom de persoon. We kunnen met body tracking het lichaam herkennen. Dus mensen kunnen dingen besturen met een lichaam. Maar dat is de frontcamera, de selfiecamera van de telefoon. Maar als we de camera draaien op de wereld, kunnen we virtuele content in de wereld plaatsen. Dus de world AR, dus we kunnen content op ons bureau plaatsen, op onze salontafel. We kunnen een printadvertentie of een poster tot leven laten komen. Of we kunnen zelfs hele gebouwen integreren met virtuele content. Dus dit zijn eigenlijk de twee facetten van hoe je AR zou kunnen inzetten op een hoog abstract niveau. Maar ik ga dat zo meteen concreter maken. En eigenlijk omdat die content dus van het scherm afgaat, dus die content, natuurlijk kijken we nog wel via het scherm naar de wereld om ons heen, maar de content zit wel in de wereld of om mensen om ons heen. Gaat dat echt voor een evolutie zorgen in digitale interactie? Omdat we zijn nu allemaal zo opgeslokt door die fietsen, allemaal opgeslokt door het mobiele scherm. En straks kijken we naar de wereld weer en zijn we weer bezig met de wereld om ons heen. Omdat er content in de ruimte is. Dus we zijn niet meer cut off, maar we zijn veel meer present. En dat gaat echt de manier van computing zoals we die nu kennen echt drastisch veranderen. En dat klinkt allemaal heel ver weg, maar dat is het helemaal niet. Want er zijn op dit moment gewoon 5 miljard smartphones wereldwijd. En eigenlijk heb je niet meer dan dat apparaat nodig. Het is zo'n krachtig device met zulke sterke sensoren, waarmee je al zoveel kan, waarmee je als ondernemer al zoveel kan. En je ziet het aan deze foto van de recordwedstrijd van LeBron James, waar alle camera's in publiek foto's maken van deze wedstrijd. Iedereen heeft zo'n device. Dus ook al jouw doelgroep, je relaties, iedereen heeft zo'n krachtig device waarmee we AR kunnen inzetten. Een grappig detail is dat Phil Knight, de oprichter van Nike, is de enige die volledig in het moment zijn smartphone in zijn zak houdt. Maar dat is een sidestep. En omdat we dus, we hebben dus dat krachtige device, die smartphone in onze zak. Iedereen heeft die, dus dat is natuurlijk een makkelijke manier om het in te bereiken, om mensen te bereiken. Maar daarnaast haakt AR ook nog aan op bestaand gedrag. Want mensen op de populaire platformen die we al gebruiken. Dus mensen gebruiken een smartphone om foto's, om video's te delen. Dus mensen zijn al bezig met de camera, zijn ook al bezig met AR. En doen dat ook nog eens keer op de platformen die ze ook al gebruiken. Dus elk groot social media platform, of het nou Snapchat is, of het nou TikTok, Meta, dus Instagram en Facebook,
heeft een AR-platform, heeft een eigen AR-software waarmee je AR-experience kan ontwikkelen. Daarnaast heb je ook nog web-AR, wat AR in de browser is. Daar kom ik later straks nog iets langer bij stil. Maar eigenlijk is dat een mobiele website die vraagt om van jouw camera toegang. Je vraagt toegang aan jouw camera. En dan kan je eigenlijk een AR-experience gewoon in een website op je mobiele telefoon bekijken. Waardoor je ook geen social media-account nodig hebt. Waardoor het nog laagdrempeliger is dan de social media-platformen. Dus het haakt in op bestaand gedrag op de platformen waar we op zitten. Wat het enorm laagdrempelig maakt enerzijds om het te ontwikkelen. Omdat elk social media platform heeft zijn eigen software. Dus Snapchat heeft Lens Studio, TikTok heeft Effect House, Meta heeft Spark AR Studio. En op die manier hoef je het niet van scratch te programmeren, maar programmeer je het eigenlijk gewoon tegen bestaande AR-platformen aan. Wat natuurlijk heel veel scheelt, waar we vroeger altijd een app moesten ontwikkelen, wat veel ontwikkelkosten kostte, wat we moesten downloaden als gebruiker, is het nu heel seamless en laagdrempelig. Nou, dit zijn een beetje de platformen die ik net aanstipte. Ik zal heel kort even de verschillen aanstippen. Dus je hebt Snapchat, wat bij verre het beste AR-platform is. Die heeft de beste features technisch gezien. En ook een heel AR-savvy publiek. Het is natuurlijk uiteraard wat jonger. Maar 70% van de dagelijkse gebruikers gebruikt AR elke dag. En er zijn heel veel advertentiemogelijkheden. Dus als je de camera opent, de Snapchat, zie je daaronder de carousel met de lenzen, zoals de AR Experience op Snapchat heette. En daar kan je als merk kan je die sponsoren. Dus dan ben je altijd de eerste die een gebruiker ziet in zijn camera. Dat kan een bedrijf of een merk zijn. Vervolgens hebben we natuurlijk Meta, dus Facebook en Instagram. Het voordeel daarvan is, als je daar een AR Experience ontwikkelt, kan je het gewoon heel makkelijk naar beide platformen uitrollen. Dus je hoeft het niet twee keer te ontwikkelen. Ook zij maken flinke stappen in hun advertentieaanbod. Dus je kan stories, in reels. Ze hebben onlangs weer nieuwe advertentieformaten toegevoegd. Dus je kan daar ook heel veel manieren je doelgroep bereiken. En daarnaast zijn natuurlijk heel veel merken al actief op Facebook en Instagram. Dus ze hebben al een grote following daar, waarbij ze organisch bereik kunnen halen. Nou, TikTok is een beetje een nieuwkomer op het gebied van AR. Zijn er ook flinke stappen aan het maken. Hebben iets minder features, maar als je daar iets voor ontwikkelt, is het de kans dat je veel bereik had heel groot. Hè? Een algoritme is natuurlijk ongekend, dat weten we allemaal van videocontent. Dus ook AR weet zijn doelgroepen heel snel te vinden. Dit is bijvoorbeeld een effect dat wij gemaakt hebben voor Halloween. En dat heeft tot op de dag van vandaag de video's die daarmee gemaakt zijn, hebben meer dan 3 miljard views behaald. En we hadden maar 30 followers toen we dit ontwikkelden. Dus het kan heel snel gaan. Nou, en tenslotte web-AR, hè, dus AR in de mobiele browser. Nou, daar is het grootste voordeel natuurlijk van. Iedereen heeft een mobiele browser op zijn smartphone. Dus de doelgroep hoeft geen Snapchat-account, geen TikTok-account. Hoeft eigenlijk alleen een mobiele browser te hebben. Het opent in de website, het vraagt toegang tot je camera. En je hebt gewoon een AR-experience. Dus dat is natuurlijk heel laagdrempelig en heel erg doelgroepoverstijgend. Daarnaast kan je de experience iets groter maken, omdat er zitten geen limieten aan de file size. De social platformen, Snapchat of Instagram, die heeft een bepaalde file size, omdat ze willen dat je niet te grote experience gaat maken, dat iedereen het op 4G kan draaien. Op web-AR heb je dat niet, waardoor je eigenlijk het zoals een website wat groter kan maken. Uiteraard moet je wel rekening houden met het feit of mensen op wifi zitten, waar mensen het gaan gebruiken. En daarnaast is het heel cross-platform, dus je kan een web-AR experience kan je heel makkelijk porten naar een VR experience, naar een website waar een 3D-omgeving in staat waar je in kan kijken. Dus je kan dezelfde content heel makkelijk hergebruiken, wat ook een groot voordeel is. Nou, en omdat dus elk AR-platform zijn eigen software heeft, kan je redelijk makkelijk gewoon al gaan experimenteren met AR. Je kan heel makkelijk de eerste stappen daarin zetten. En ik zou dat ook zeker elk merk en bedrijf aanraden, helemaal met waar het nu heen gaat, om daar gewoon eens mee te experimenteren. En dat is ook een beetje een voordeel van AR, is dat het altijd hele hoge budgetten nodig heeft, hele hoge ontwikkeltijden. Maar eigenlijk zijn er twee facetten die dat beïnvloeden. Dus je hebt de assets, dus de 2D-content, de 3D-content, de animaties die dat bepalen, en de mate van interactiviteit. Dus heb je hele complexe logica van een game, of heb je bijvoorbeeld één trigger, neem maar bijvoorbeeld ik lach en er gebeurt iets. Die twee dingen bepalen de complexiteit en dus de doorlooptijd. Maar eigenlijk kan je dus al heel snel met bestaande assets en met weinig interactiviteit kan je al een AR-experience ontwikkelen. Dus korte doorlooptijden en met lage budgetten kan je zeker ook al de eerste stappen zetten.
Nou, en wat ik al aan had gegeven, het gaat zeker onze communicatie veranderen. Hè? En wij noemen dat het verandert van storytelling naar storyliving. Omdat we eerst een verhaal vertelden, waarbij nu het verhaal, zeg maar, echt gaat plaatsvinden in je kamer, in de wereld om je heen. Of jij wordt echt onderdeel van het verhaal. En dat is ook goed, want we leven natuurlijk in een aandachtseconomie. Er is natuurlijk heel veel media, alle feeds schreeuwen en vragen om aandacht, buiten vragen alles om aandacht. Dus hoe zorg je ervoor dat je nou als merk daarbinnen nog opvalt? En AR pakt nou net wat langer die aandacht dan andere communicatie. Omdat mensen met een bewuste, actieve mindset openen ze hun camera. En gaan aan de slag met een merk of met een boodschap of met een ervaring. Waardoor ze met volle aandacht daarmee bezig zijn. En er is ook, er zijn ook meerdere onderzoeken gedaan. Bijvoorbeeld door de Dentsu Bureau Groep, grote advertising groep, die heeft onderzocht dat AR experience 5 keer meer aandacht krijgen dan traditionele communicatieuitingen. Gemeten in secondes, omdat mensen er dus gewoon bewust langer mee bezig zijn. En ook het feit dat de mate van immersion, dus hoe erger mensen immersed zijn door een ervaring, dat die ook een stuk hoger ligt dan tv-advertenties en YouTube-advertenties bijvoorbeeld. Omdat mensen dus een sterkere emotionele connectie hebben met een merk, met een boodschap, maar ook het beter kunnen herinneren. Omdat het natuurlijk 3D-content is, onze hersenen interpreteren 3D-content beter, want we leven natuurlijk in een 3D-wereld. Dus dat zorgt gewoon voor betere resultaten. Nou, dit is een voorbeeld van het verschil tussen storytelling en storyliving. Wij hadden een opdracht voor Booking.com. Die hadden een Super Bowl ad met Melissa McCartney, die een soort musical-achtige commercial had gemaakt. Er waren allerlei verschillende types in die commercial en locaties aan bod. En wij hebben ervoor gezorgd in de AR-ervaring dat je Nou ja, dit is het principe. En dat kan nog op veel manieren. Hè. Dus je kan een ander persoon worden, maar je kan iemand ook transporteren. Eigenlijk een beetje zoals VR naar een andere wereld. Dat zie je ook steeds meer, dat je een soort portal, heet dat, een virtuele wereld maakt, waar mensen in kunnen stappen met een telefoon en eigenlijk met een telefoon erin rond kunnen kijken. Dus eigenlijk kan je daar een soort mini-store, kan je bijvoorbeeld maken. Dit is bijvoorbeeld een Ramadan-collectie. Waar je eigenlijk een mini-store kan rondkijken. En blauw dit kan een beetje en dan is het Ramadan sfeer. Maar dat kan een winkel zijn, maar het kan ook bijvoorbeeld voor een wervingscampagne die wij voor de marine gemaakt hebben. Het kan ook bijvoorbeeld een dek van een schip zijn. Dus hier hoeft hij al een beetje van je toekomstige werkgever. Belandt hij op een schip, dan kon je al wat video's bekijken van de verschillende rollen die je kan worden. Dus op die manier kun je echt een beetje een beeld krijgen van de. Once we're at sea and we're getting different types of signals, seeing what ships are coming, it's very interesting to see what's happening. Ja, dus op deze manier, ik zag net in de chat dat jullie mij niet hoorden als de video aanstaat, dus ik zal nu nog even kort herhalen wat ik net zei. Dus je staat inderdaad op de brug van een schip en dan kan je al een beetje de sfeer van de werkgever van de marine proeven en video's bekijken van de rol. Dus je kan op heel veel manieren mensen transporteren naar een plek waar jij iets wil vertellen, iets wil laten zien, iets wil demonstreren. Dus dan, dat is ook een voorbeeld van story living. Nou, en e-commerce heeft ook een vogelvlucht genomen tijdens de pandemie op AR. Omdat mensen natuurlijk niet meer naar de winkel konden, gingen mensen virtueel kleren uitproberen. En er zijn heel veel manieren om kleren te digitaliseren. Dus wij hebben bijvoorbeeld een partner in Amsterdam die kleren voor ons inscant van tassen, van schoenen. En die maken daar een soort 3D-scans van. Maar er zijn ook heel veel apps, gewoon gratis beschikbare apps die je kan downloaden, waarbij je al hele goede scans tegenwoordig kan maken om zelf kleren te digitaliseren. Dus dit is bijvoorbeeld een virtual try-on van een sneakerstore. Nou, je ziet gewoon dat die schoenen bijna niet meer van echt te onderscheiden zijn. En dit is een voorbeeld dat we gemaakt hebben van de Canal Plus. Thank you.
Dus ook met body tracking zie je dat je gewoon ook hele truien, jurken, alles kan virtueel kan uitproberen. En dat heeft ook een goed resultaat. Want er is uit onderzoek van Shopify is ook gebleken dat mensen die of merken of bedrijven die een AR experience aanbieden of een 3D viewer, gewoon 94% hogere conversie hebben in aankopen. Dus mensen zijn veel sneller geneigd om iets te kopen, omdat ze al een beetje een beeld hebben van, nou, hoe staat mij dit? Maar ook omdat ze weten of hoe het hun staat. Kijk, uiteraard kan je niet je maat helemaal al fine-tunen of zo, maar je kan wel een beetje gevoel erbij krijgen. Dus het aantal returns ook veel lager. Dus 66% van de e-tailers merkt gewoon dat er minder returns zijn. Wat natuurlijk heel veel geld scheelt en ook goed voor het milieu is uiteraard. Nou, dit is ook een mooi voorbeeld van Shopify, waarbij ze eigenlijk AI al integreren. Het is nog niet een bestaand, maar het is meer een soort prototype. Zij prototypen heel veel oplossingen. En hier zie je hoe je AI een soort behang kan... Okay, computer. I'd like a corn-themed wallpaper. ...genereren en kan kopen. No. Corn on the cob in a tiling pattern. Yeah, okay. Need something else to make it interesting. Let's stylize it and add some pink flowers. Yeah, perfect. Can we make it bigger? Yeah, great. Cool, let's buy it. Nou ja, dit bestaat natuurlijk nog niet, maar dat is natuurlijk wel de toekomst waar het heen gaat, om zo heel goed producten te kunnen customizen op basis van AI. Nou, en we zien natuurlijk heel veel dingen op het scherm, wat ik al in het begin aangaf. De wereld is eigenlijk nu ons canvas. Dus eigenlijk alles wat we willen laten zien, demonstreren, willen vertellen, kunnen we in de wereld om ons heen doen. Er zijn drie manieren hoe we dat kunnen doen. Dus we kunnen daar markers voor gebruiken. Dus eigenlijk kan een AR-experience een afbeelding herkennen. Dus of het nou een poster is, een printadvertentie, een visitekaartje. Dat kan tot leven komen. We hebben interactieve schermen, dus een scherm en een webcam. Of een telefoon. En we kunnen hele locaties tot leven laten brengen. Ik zal ze even kort laten zien. Dus dit is een voorbeeld van een marker. Dus we hadden een fysieke munt gestuurd voor een bedrijf die mensen wilde uitnodigen voor een event. En eigenlijk kwam een virtueel karakter uit die munt die mensen ging uitnodigen voor dat bedrijf, voor dat event, sorry. Hello there. Congratulations on unlocking your personal coin. My name is Astra, and I've come to you with a special message. You are invited to join our exclusive digital event on April 19th, where I will take you into our brand new Prismax Metaverse, a completely virtual showreel, first of its kind, in which... Nou, dat is hoe print zeg maar tot leven kwam, maar wat ik ook aangaf, je kan complete schermen interactief maken. Dit is een voorbeeld van een AR mirror van Snapchat, maar dat kan je ook zelf maken met een webcam of met een mobiele smartphone. Nou, wat je dus eigenlijk zag, dat ze dus op die AR-spiegel konden ze dus dingen uitproberen, maar ook soort games doen. Dus op retail locaties kan je heel veel experience aanbieden waar mensen kleren kunnen passen, zonder dat ze in het kledinghokje hoeven. Maar ook een incentive kunnen krijgen, dus een kortingcode in dit geval. Ik zal omwille van de tijd een klein beetje opschieten. En ik praat al zo snel als Nederlander waarschijnlijk. Dus we kunnen ook locaties inscannen, dus we kunnen ook hele gebouwen inscannen. Dus we kunnen heel makkelijk met verschillende platformen een 3D-scan maken van een gebouw. Dus bijvoorbeeld ons kantoor in Antwerpen. En eigenlijk gebruiken we die 3D-scan als basis om een AR-experience aan een locatie te koppelen. Dus hij herkent de GPS, hij weet precies waar je staat en matcht dat één op één op het gebouw. Dus zo kan je bijvoorbeeld een etalage van een winkel, een kantoor, een park. Je kan eigenlijk alles in de wereld om je heen kijken. En het sluit één op één aan op de wereld, waardoor de hele toffe ervaring is en hier te communiceren. Nou, en tot slot nog, maar dat zou ik iets sneller doorheen gaan omwille van de tijd. AR's utility, hè, dus we zien heel erg dat AR verschuift van entertainment naar games, maar naar ook veel meer e-commerce, maar ook utility. Dus eigenlijk op drie manieren zie je dat terugkomen. Educatie, omdat 3D-content wordt gewoon beter onthouden door onze hersenen, omdat het gewoon 3D is. Dus je kan heel goed mensen iets demonstreren of uitleggen. Support, je kan natuurlijk op afstand via AR met elkaar communiceren.
Dus mensen kunnen bijvoorbeeld iets aanwijzen via AR. Dus een supportmedewerker kan iets aanwijzen op een apparaat, terwijl die er niet is. En je kan mensen assisteren. Dus bijvoorbeeld navigeren via navigatie of een tutorial doen. En ik zal vooral bij die laatste even kort stilstaan, omwille van de tijd. Dus, dit is bijvoorbeeld een tutorial, ook weer van Shopify. Eigenlijk een ja, dus eigenlijk kan je, dus eigenlijk krijg je een soort AR-uitleg hoe je gewoon iets in elkaar kan zetten. Wat natuurlijk heel waardevol is, je krijgt gewoon precies waar de fysieke onderdelen moet neerleggen. Dan stap voor stap krijg je een AR te zien hoe je iets in elkaar zet. Dat zou natuurlijk echt de perfecte oplossing zijn voor die onmogelijke IKEA-kasten bijvoorbeeld. Maar vele andere producten ook. Nou ja, tot slot nog, the famous last words. Nou, ik ben ervan overtuigd dat AR de toekomst van digital is. Dat content echt vanuit het scherm weer in de ruimte en op persoon om ze heen gaat, waardoor we veel meer present zijn en niet meer zo bezig zijn met ons scherm. Daarnaast heb ik laten zien, hoop ik, dat AR heel laagdrempelig is. Dus enerzijds om het ontwikkelen zijn er heel veel mogelijkheden op heel veel bestaande platformen voor bedrijven om daarmee aan de slag te gaan, maar ook laagdrempelig voor de gebruiker, hè, want het haakt in op bestaand gedrag op platformen waar mensen al actief zijn. En daarnaast is het ook heel succesvol. Dus je ziet gewoon heel erg dat engagement en interactie, maar ook conversie, dus daadwerkelijke aankoop van producten, gewoon heel erg toeneemt. En het waren aardig wat voorbeelden, dus ik hoop dat het een beetje geland is. Maar ik wilde vooral laten zien dat eigenlijk voor elk soort bedrijf, voor elk soort doelstelling, ongeacht het budget of doorlooptijd, er een AR-toepassing is die gewoon heel veel waarde kan bieden, denk ik, voor het mogelijke doel. Ja, dat was mijn verhaal. Ik ben benieuwd of er zo meteen nog vragen zijn. Super, dankjewel Bas. Dan gaan we ineens het woord geven aan Kurt, die een introductie gaat doen. Goedemorgen, ik ben Kurt Kalmaert. Ik ben valorisatiemanager digitale transformatie aan Hoest, een hogeschool, een van de 13 hogescholen in Vlaanderen. En ik ga kort uitleggen hoe dat wij jullie kunnen helpen in die weg naar augmented reality, virtual reality, in die weg naar de metaverse. Hoe kunnen we nu een KMO, een bedrijf zoals jullie, in design, in fashion, in mode, ja, als KMO, wat moet ik nu doen om die stappen te kunnen zetten? En eerst en vooral, Hoest is gesitueerd in Brugge-Kortrijk, ook Oudenaarde, dat weten niet veel mensen. En we zijn nogal, gespecialiseerd in heel wat technologieën. Dat is ook de reden waarom dat we ons bezighouden met alles die metaverse, dat we jullie willen helpen. Omdat we zowel naar cybersecurity, naar blockchain-technologie, solid, artificial intelligence, AR, VR, XR en ook die game-technologie waar we heel beroemd voor zijn. We hebben al die kennis in huis. Maar kennis in huis, ja, wat betekent dat voor de KMO? Want ja, wat wil die KMO? Dat is allemaal fancy en helemaal heel mooie zaken dat Bas getoond heeft, maar hoe start je daarmee? En eigenlijk was dat hetgeen dat ik hier wel kort uitleggen voorleer dat mijn collega Jonathan meer in detail gaat. Dat is dat wij u kunnen helpen en we hebben daarvoor een project, een Tetra-project ingediend bij Vlaio, Vlaamse overheid. En dat gaat over innovatieve businessmodellen in de metaverse voor de KMO. Met businessmodellen betekent dat we eigenlijk willen nagaan al die mooie zaken, wat heb ik daar allemaal voor nodig en hoe kan ik dat opstarten? En moet ik dan alles opstarten of kan ik dat stapsgewijs gaan? En hoe kan ik daar nu centjes mee verdienen? Want ik denk dat voor iedereen hier aanwezig uit de sector belangrijk is met alle problemen en alle, dat zijn zaken die er gebeurd zijn met COVID-periode, met stijgende energieprijzen, leegstanden in winkelstraat en dergelijke. Ja, is die virtuele wereld misschien een oplossing om een aantal zaken op te lossen en ook eventueel nieuwe markten te bereiken? En dat is eigenlijk hetgene wat we jullie willen bij helpen en waarvoor dat de Vlaamse overheid zegt, ja, doe maar, en zorg dat die KMO's, met nadruk op KMO's, ook verder, laten we zeggen, door jullie worden bijgestaan. En wat hebben we dan? Wel, we zijn, het is een tweejarig project. Jullie kunnen, we gaan daar
heel wat zaken gaan uittesten. Wat bestaat er? En dat in compacte bouwblokken gaan onderbrengen, zodanig dat we dat dan ook in workshops naar jullie kunnen doen en uitleggen hoe dat je stap voor stap al die zaken kunt integreren in jullie omgeving, jullie bedrijf. En eigenlijk de misschien zelfs met uw shop naar die virtuele wereld volledig kunt overschakelen. En wat dat allemaal die mogelijkheden en de zaken zijn. We doen dat met praktische use cases te bouwen. We doen dat heel gedetailleerd en we gaan dat nu allemaal verpakken naar jullie toe in workshops. En ik denk dat het dan ook goed kan zijn dat we met Anne dan ook verder kijken hoe kunnen we jullie nu gaan uitnodigen en in contact brengen met onze onderzoekers zoals Jonathan, die dan kan uitleggen om die stappen te zetten. Belangrijk ook is dat we in die KPI 3 en 4, dat je ziet dat we gaan een roadmap ontwikkelen. Hoe dat je wat voor praktische, technische zaken dat je nodig hebt om die stap te zetten, volledig uitgelegd, in een taal dat een niet-IT'er begrijpt. En we gaan ook een roadmap maken om mensen uit te leggen, hoe kun je daar nu centjes mee verdienen en wat zijn nu de mogelijkheden daarvan? Dus ik zou zeggen, aarzel niet om straks met mij of met Anne contact op te nemen als je geïnteresseerd bent om een onderzoek te volgen. Of dat we geïnteresseerd zijn in een één-op-één gesprek, dat kan. Maar ook indien dat je een workshop wilt bijwonen waarbij dat je zowel het businessgedeelte leert, hoe kan je daar nu geld mee verdienen, en omgekeerd, en ook dat je toch een klein beetje in contact komt met die mooie technologie. Voilà. Dat was mijn inleiding voor Jonathan. Mijn collega zal u nu verder laten zijn zaken uitleggen over ons onderzoek. Zo, goedemorgen allemaal. Ik ben Jonathan. Ik werk eigenlijk als onderzoeker voor de Hogeschool Gewest. En ik ga mij de komende jaren bezighouden met het onderzoeksproject Innovatieve Businessmodellen in de Metaverse. Wat is er nu precies die Metaverse? Dat is eigenlijk een combinatie van allerlei nieuwe technologieën, waaronder die VR, die AR. Je ziet dat er daar ook heel wat blockchain-integraties in terecht kunnen komen. Web3 speelt er ook een heel belangrijke rol in. Artificial intelligence is natuurlijk ook heel populair geworden sinds de explosieve groei van ChatGPT. De metaverse die focust zich eigenlijk wel op die digitale, virtuele 3D-werelden. Het is de bedoeling dat je als gebruiker echt een heel meeslepende ervaring meekrijgt. Dat je echt eigenlijk ondergedompeld wordt in een virtuele wereld. Of dat je toch virtuele elementen dichter in de echte wereld kan brengen. En ook heel belangrijk, iets wat dan nu nog niet 100% mogelijk is. Het feit dat je eigenlijk met honderden, duizenden mensen tegelijk in die metaverse zou kunnen springen. Als je nu bijvoorbeeld een multiplayer spelletje speelt, dat is meestal gelimiteerd tot een honderdtal man. Heel indrukwekkend is dat niet. Het zou veel interessanter zijn als je met een hele gemeenschap eigenlijk tegelijkertijd in dezelfde wereld kan zitten. In de metaverse zien we dat er ook een degelijke focus is naar digitale economieën toe. Ik heb het dan vooral over NFT's bijvoorbeeld, maar ik ga daar straks iets dieper op ingaan. Goed, waar zijn wij mee bezig bij Gewest? Eigenlijk zijn we één grote use case aan het bouwen, één grote belangrijke use case. En we gaan daar een brillenwinkel nabootsen in de metaverse. Het is de bedoeling dat we eigenlijk echt een digital twin van die bestaande brillenwinkel gaan namaken. En die overbrengen naar de metaverse. Nu, dat is op zich een heel interessant concept, maar er zijn daar ook wel heel wat challenges aan gelinkt. Ik denk bijvoorbeeld aan de eerste, de belangrijkste wellicht, budget. Zomaar een virtuele winkel uit de grond stampen, dat klinkt niet goedkoop. Dus wat is een manier om de Vlaamse KMO dat toch te kunnen laten doen? Een tweede belangrijke pijler is dat het toegankelijk genoeg moet zijn. In de metaverse wordt er vaak gesproken over VR. En VR is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel daarvan, omdat dat de manier is waarop je het meest ondergedompeld wordt in de virtuele wereld. Maar goed, VR is nog niet 100% doorgebroken, in tegenstelling tot de smartphone, wat Bas daarnet zei. En dan is het natuurlijk wel belangrijk dat die virtuele wereld ook gewoon op een smartphone zou kunnen werken, bijvoorbeeld. Bijkomend mag de klantenervaring natuurlijk niet onderdoen voor een echte winkelervaring. En de technische, de logistics kunnen ook wel een uitdaging zijn.
Dus kortom, om zo'n virtuele store eigenlijk succesvol van de grond te kunnen brengen, moet je dat eigenlijk echt vanuit verschillende invalshoeken gaan bekijken. Waar wij vooral mee bezig zijn, is die 3D, die VR-omgeving. Dus dat je echt op je smartphone, op je VR-headset of op je computer bijvoorbeeld in die virtuele store kan wandelen. Maar je kan natuurlijk ook heel wat van die gebruikte technologieën eigenlijk terug gaan meenemen naar de echte wereld. Wat dat er net heel goed werd aangetoond. Het passen van een virtuele bril op een avatar in de metaverse, op zich, je hoeft dat niet op een avatar te doen, je kan er ook op je eigen lichaam doen. En dan kan je inderdaad gaan werken met slimme spiegels, zoals bij Snapchat, kan je die in een bestaande winkel zetten en kan je mensen laten passen bijvoorbeeld. Ik denk dat dat wel heel nuttig kan zijn. Stel bijvoorbeeld dat je in een winkel een heel beperkte voorraad hebt, dan kan je via die slimme spiegels of slimme schermen toch aan iedereen een keer alle kleuren laten zien of kledingstukken die misschien out of stock zijn, toch dichter bij de klant te brengen. Ik zal misschien een korte demonstratie geven van hoe dat onze store er momenteel uitziet. Ik ga er wel bij zeggen, het is een heel vroeg, zeker geen definitieve release. Het moet uiteraard nog wat opgevrolijkt worden. Wacht hoor. Ja. We zien daar bijvoorbeeld een spiegel. Dat kan een avatar zijn die lijkt op je eigen lichaam. Maar je kan ook naar hartelust een zelfgemaakte hacken avatar importeren. Dat is een beetje het leuke aan de metaverse. Er is één bedrijf, Ready Player Me. En dat is eigenlijk de standaard avatar creator geworden voor allerlei metaverse platformen. Dus eens dat je een avatar gemaakt hebt, kan je die eigenlijk meenemen naar heel veel andere metaverse werelden. In het voorbeeld van deze brillenwinkel, je zag die brillen daarnet liggen op de counter. Het is de bedoeling dat je die kan vastgrijpen in VR, dat je die op je neus kan zetten, dat je naar de spiegel kan lopen. Je gaat een winkelkarretje kunnen nemen, je gaat die bril daarin leggen. Je kan praten tegen een virtuele winkelbediende. En die virtuele winkelbediende kan dan bijvoorbeeld een AI zijn. Wat heb je nodig om zo'n virtual store te maken? Eigenlijk die game engines. En vroeger, een game engine, waarvoor gebruikte je dat? Om games te maken. We moeten daar niet moeilijk over doen. Maar wat je nu ziet, is dat die game engines eigenlijk zodanig uitgebreid, zodanig technisch geadvanceerd beginnen te geraken, maar ook gebruiksvriendelijker voor beginnende programmeurs, dat je die eigenlijk voor heel wat dingen kan inzetten. Je kan die gaan inzetten om AR-ervaringen te bouwen. Je kan die gaan inzetten om VR-ervaringen te bouwen, zoals hier. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het eerste seizoen van The Mandalorian van Star Wars. De buitenomgevingen waren niet echt. Eigenlijk hebben ze The Mandalorian dan voor een greenscreen gezet. En al de achtergronden werden eigenlijk gemaakt doorheen een recente game engine. En als je dat niet zegt, zou je dat niet merken. Dus dat is wel een teken om te zien van, die game engines, dat staat eigenlijk al op een vrij geadvanceerd punt. Die VR-store, dat kan lokaal op een computer of op een VR-headset gerenderd worden. Maar het meest interessante is dat eigenlijk om via de browser te laten doen. Waarom? Als je dat via een browser doet, je hoeft geen app te downloaden. Maar sterker nog, je kan die app dan eigenlijk draaien op elk toestel. Of je nu een Mac hebt, of je nu een Meta VR-headset hebt, of een van de concurrentie. Die zal toegankelijk zijn voor iedereen. Dus die VR kan ingezet worden als je echt die meeslepende ervaring wilt. Maar we weten dat er heel wat mensen zijn die geen toegang hebben tot een VR-headset. En dan kan je een gewone 3D-omgeving binnenlopen via je computer of smartphone. In een volgende fase van ons onderzoek willen we gaan kijken van, die virtuele store staat er. Maar hoe ga je nu verder? Als je een product in je winkelmandje legt, wat gebeurt er daarmee? Wat is het ideale natuurlijk? Stel, je legt een product in je winkelmandje, dat de dag nadien natuurlijk gewoon aan de voordeur ligt. En wat moet er dan gebeuren? Eigenlijk moet er een integratie gemaakt worden met de bestaande backend van een retail store bijvoorbeeld, zodat alle verkopen in de metaverse eigenlijk behandeld worden alsof dat het een verkoop zou zijn via de website, via de webstore. Ik denk ook aan het principe van koppelverkoop. Je kan bijvoorbeeld een echt paar sneakers gaan kopen.
En daarbij krijg je dan eentje die je kan dragen in de metaverse. Dus een virtueel model, zoals dat we daarnet gezien hebben, met die Snapchat-filters bijvoorbeeld. Een virtueel model in de vorm van een NFT. Ik ga straks even er verder op ingaan wat dat die NFT's precies inhouden. Maar als je bijvoorbeeld een echt paar sneakers kan verkopen samen met een digitaal paar, ja, dan is die grens tussen het echte en het virtuele natuurlijk ook meteen weer veel kleiner. Nu, de metaverse. Er is een kant die een heel open en transparante filosofie hanteert rond wat dat de metaverse precies moet zijn. En als we het hebben over transparantheid en veiligheid ook, dan valt al snel de term blockchain en cryptocurrencies. Wat dan niet slecht is, zeker niet. Ik weet dat cryptocurrencies niet altijd in een heel positief daglicht in het nieuws terechtkomen. Maar het biedt natuurlijk ook wel heel wat voordelen vergeleken met onze traditionele betaalsystemen. Transacties kunnen instant gebeuren met heel weinig transactiekosten. Die kunnen verifieerbaar zijn. De blockchain biedt daar eigenlijk heel wat mogelijkheden. Tegelijkertijd, misschien een beetje door die negatieve connotaties soms, blijft het wel heel belangrijk dat de traditionele betaalsystemen, zoals een Payconiq, zoals een bankcontact, zoals een bankoverschrijving, dat die wel nog mogelijk blijven in de metaverse. Het is niet de bedoeling dat we al die mensen die geen Bitcoin wallet of zo hebben, eigenlijk aan de kant gaan zetten, puur omdat we een metaverse ervaring willen bouwen. Dus de combinatie van beide is daar eigenlijk heel belangrijk in. Nu, die NFT's, vooral in fashion en retail dan. Wat is een NFT eigenlijk? Een NFT, een non-fungible token, is een token dat je niet kan vervalsen. Dat is een digitaal certificaat eigenlijk, dat bewijst wie dat de eigenaar is van een bepaalde NFT, of dat de NFT authentiek is, of dat het een echte NFT is. En je kan er ook de herkomst van traceren op de blockchain. Ik weet het. Heel diep, heel technisch misschien. Ik ga daar een aantal voorbeeldjes aan koppelen. Die wearable NFT's in metaverse-werelden. Er zijn heel wat merken, heel wat fashionmerken die daar al mee aan de slag zijn. Ik denk aan de grotere, zoals Nike, Adidas, Gap, de designer brands zoals Burberry en Gucci. Die verkopen eigenlijk digitale kledingstukken als NFT. Om te dragen in een of andere metaverse-wereld. En stel bijvoorbeeld, ik koop een Burberry NFT. Het feit dat ik dat gekocht heb, staat op een blockchain. Iedereen kan controleren van wie die NFT is. Dus als ik zeg, ik heb een Burberry sjaal gekocht in de metaverse, kan iedereen dat zien, dat het een echte Burberry sjaal is. Echt tussen aanhalingstekens, uiteraard. Maar die NFT's kunnen ook heel handig zijn in de echte wereld. Het is misschien niet direct in de fashion- en retail sector, maar Alfa Romeo, hun nieuwste wagen bijvoorbeeld, daar zit er een NFT ingebouwd. Je kan die scannen met een smartphone of met een QR-code. En die dient eigenlijk om aan te tonen wat er allemaal met die auto is gebeurd. En daarmee bedoel ik eigenlijk vooral de kilometriek van de wagen, de kilometertellers. Bij ons is dat niet direct een heel groot probleem. Maar in Duitsland bijvoorbeeld is er heel wat vervalsing met de kilometertellers op de tweedehandsmarkt. En wat blijkt, de kilometriek van een wagen valt heel gemakkelijk te vervalsen, zelfs met apparatuur die vrij verkrijgbaar is. Maar een NFT valt net niet te vervalsen. En dat is het mooie eraan, de authenticiteit, de transparantheid blijft bewaard. Dus de kilometriek die eigenlijk wordt gekopieerd naar de NFT, zal altijd de echte kilometriek zijn. En je kan daar ook een soort van een echtheidscertificaat van maken. Er zijn wat retailers in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld die een NFT meeleveren met al hun meer luxe horloges. Denk aan een Rolex of aan een Grand Seiko bijvoorbeeld. En in plaats van een echtheidscertificaat op papier, een echtheidscertificaat op papier, kan er al wat dingen mee uitsteken. Maar een echtheidscertificaat verpakt als NFT, dat is natuurlijk iets helemaal anders. In een laatste stadium van ons virtual store onderzoek willen we eigenlijk gaan kijken. We hebben nu iets gebouwd, een virtuele store, een virtuele omgeving. Je zou die op de website kunnen zetten van de fabrikant van de retail store bijvoorbeeld. Een brillenwinkel op de webstore, enter onze virtuele brillenwinkel en dan kunnen mensen daarin rondlopen. Maar we willen ook kijken van
Er zijn nu al heel wat bestaande metaverse-platformen. Ik denk aan een Roblox, aan een Decentraland. Fortnite is misschien een beetje een rare eend in de bijt, maar daar zit een creatieve component aan ook, die heel vaak gebruikt wordt, vooral bij een jonger publiek. Horizon Worlds is de metaverse-wereld van Meta zelf. Die is nog niet beschikbaar in België, maar daar komt natuurlijk verandering in. Ook willen we gaan kijken welke rol AI kan spelen. Ja, ik heb het net al gezegd, ChatGPT, ontzettend populair geworden. Je zou die bijvoorbeeld kunnen inzetten als je persoonlijke stylist. Dat je een foto trekt van je kleerkast bijvoorbeeld en vraagt aan ChatGPT welke kledingcombinaties kan ik hiermee maken of welk kledingstuk uit jullie winkel past het best bij mijn outfit vandaag. Dat kan perfect. First line support. Stel dat je problemen hebt met de levering van je pakje of je wilde een tour aanmelden. Op zich heb je daar niet echt een mens voor nodig. Al die simpele dingen kan je eigenlijk via een AI-chatbot laten passeren. En het shoppen met je vrienden of familie, ja, als je alleen in de metaverse-winkel zit, dat is cool. Maar als je met al je vrienden samen in de metaverse-wereld kan shoppen, ja, dan is dat natuurlijk ook wel heel interessant. Dus dat is ook een piste die we graag willen bewandelen. Ik zal misschien afsluiten. Ik heb niet zo heel veel tijd meer. Met een aantal real-life examples van bestaande merken. Bij ons heeft TABC bijvoorbeeld heel hard ingezet op de metaverse. Die hebben Camille, de populaire zangeres, daar eigenlijk volledig in meegesleept. Die hebben een concert gegeven van Camille in Roblox. Natuurlijk met heel wat JBC-branding. Het was een promotiestunt, uiteraard. In Fortnite is er een volledige JBC-store te bezoeken. Er is wel een domme store, als ik het zo mag noemen. Je kan daar zelf geen zaken aankopen. Het was puur ter illustratie. Samsung heeft ook een eigen demonstratieruimte waar ze hun producten kunnen tonen in VR, in AR. Tommy Hilfiger toont een aantal van hun echte producten in een VR-wereld. Ik geloof dat het Roblox was. Met de mogelijkheid om dan direct ook een virtueel stuk aan te kopen. AR-shopping. Je ziet dat Snapchat daar heel hard op inzet. Ja, inderdaad, het passen van kledingstukken, het passen van schoenen. Het ongeveer uitzoeken van je maat en zien hoe dat op je lichaam past. De virtuele winkels in een metaverse plaatsen, zoals een Nike, zoals een Gap. En wat dan Nike ook vooral in een vroeg stadium heeft gedaan, is het uitbrengen van virtuele sneakers om te dragen in een metaverse. Maar die zijn eigenlijk zodanig populair geworden dat ze nu de stap aan het zetten zijn om die virtuele sneakers ook echt te gaan produceren. Dus er waren een aantal voorbeeldjes van metaverse-toepassingen die nu al gebruikt worden door fashion en retail. Allee, puur ter inspiratie. En dan kan ik hier mijn ding afsluiten. Voilà. Zo. Heel fijn, dank je, Jonathan. Misschien ga ik dan zelf al even een vraag stellen in afwachting van dus het publiek. Bas, je sprak eerder al van oké, afhankelijk van de complexiteit van de verschillende projecten gaat er meer tijd nodig zijn om dingen te ontwikkelen. Maar je benadrukte ook dat het mogelijk is voor kleine bedrijven om toch al eerst ervaringen te creëren enzovoort. Kan je dat nog iets tastbaarder maken, bijvoorbeeld budgetgewijs, of als je al bepaalde... dus bijvoorbeeld binnen de designwereld wordt er natuurlijk al heel veel in 3D ontwikkeld. Wat als je al bepaalde 3D-files hebt? Kan je daar dan nog sneller mee schakelen? Kan je daar nog iets verder op inzoomen? Ja, zeker. Inderdaad. Dus elke platform heeft zijn eigen software waar je binnen kan ontwikkelen. Dus het is denk ik goed om te kijken van oké, wat wil je bereiken? Welke doelgroep wil je bereiken om een bepaald platform te kiezen? Dan binnen die ontwikkelsoftware kan je gewoon assets importeren. Dus het kan, bedoel, er zijn ook heel veel AR, dat is ook een beetje een vooroordeel, dat heel veel AR altijd 3D is, maar dat hoeft niet per se, want soms in bepaalde face filters is gewoon de achtergrond gewoon een image, of is een animatie gewoon 2D animatie, dus je hoeft niet altijd 3D te hebben. Dus dat is denk ik al een makkelijk eerste stap om gewoon 2D-content te gebruiken. En daarnaast, als je al 3D-content hebt, is dat gewoon 1-op-1 te gebruiken. Of 1-op-1. Het probleem is wel vaak, en dat is waar ook bij vaak tegenaan lopen, is dat bedrijven vaak heel grote high-poly 3D-modellen hebben. Omdat het gewoon vaak in video gebruikt wordt of voor de productie wel ligt. En AR heeft dus een bepaalde, op de social platform een bepaalde limiet in file size. Dus je moet... omdat het real-time gerenderd wordt. Dus moeten die
3D-modellen wel low-poly zijn. Dus wij moeten het vaak wel zo customizen dat het low-poly is en dus in AR gebruikt kan worden. Maar het scheelt zoveel tijd als je al een bestaand model hebt, dan dat je helemaal van scratch moet gaan ontwikkelen. En welke bestandtypes zijn dat dan meestal? Meestal zijn het FBX. Dus FBX-files gebruiken we in de AR. Maar er zijn heel veel manieren hoe je bestaande 3D-modellen kan omzetten naar FBX. Maar ik denk dat de meeste bedrijven ook wel FBX's hebben. Dus .FBX. Het ligt echt aan wat je wil doen. Op welke manier je dingen wil inzetten. En het ligt ook een beetje aan wat je wil bereiken. En op welke manier je wil inzetten. Wat voor budget je ervoor nodig hebt. Als je het natuurlijk zelf doet, dan is het budget gewoon de kosten van je eigen mensen. Maar ik denk een simpele face experience bijvoorbeeld. Dat start gemiddeld, maar ook daar ligt het heel erg aan de 3D content. Maar start rond misschien €3000. Maar dat varieert echt wat je ermee wilt doen. Dus dat is het, maar daarmee kan het starten. Ja, het is altijd beter om toch iets tastbaar te hebben, want anders gaat het in je hoofd inderdaad. Ja, tuurlijk. Je kan me inbeelden, je kan er ook een maken voor €300.000, maar dan weet je in ieder geval waar dat tussen zit. Ik zie hier in de chat inderdaad ook de vraag, worden er specifieke subsidies of tussenkomsten voorzien door de overheid? Kurt, misschien dat jij daar weet over hebt? Ja, zeker. Regelmatig komen we samen met onze begeleidingsgroep in de Tetra en daar is ook Flyo aanwezig. En ook de mensen van die bedrijfstrajecten, dus de adviseurs zijn ook aanwezig. Dus dat betekent dat er heel wat middelen zijn vanuit Flyo, vanuit de Vlaamse overheid, om zo'n projecten te ondersteunen. Een voorbeeld waar we nu al mee bezig zijn, zijn de DigiHubs bijvoorbeeld van VOCA, die ook via EFO Flyo middelen zijn, waarbij dat we toch tot 25.000 zaken kunnen ondersteunen met een 70% subsidie. Dus is het een heel belangrijk aspect. En dat is ook het aspect dat we in onze roadmap willen meenemen. Kijk, als je zo'n project wilt, dat zijn de mogelijkheden van subsidie en hoeveel percentage dat kan gesubsidieerd worden. Maar we staan dagelijks in contact met die adviseurs van Flyo om bedrijfsspecifiek dan op maat een oplossing te bieden. We zijn ook lid van de EDI Digitalis. Dat is ook een Europees mogelijkheid rond 50% subsidie rond bepaalde projecten. En die eerste projecten die gaan bijvoorbeeld rond training, maar ook rond test before invest. Maar laten we eerst een keer een kleine proof of concept maken dat we zien in ons bedrijf wat dat de mogelijkheden zijn. En dat we een klein begin, niet te groot zien, klein begin. En zelfs die kleinere proof of concepts kunnen dus, ook gesubsidieerd worden. En dat is inderdaad terecht de vraag van de toeschouwer, want dat is ook mogelijk. En daarom is ook Flyo heel intensief bezig met ons te volgen en ons te helpen bij eventueel zo'n vraag. Super. Over dus de prijs voor net rond AR hadden we inderdaad al gesproken. Jonathan, kan jij misschien ook rond virtuele werelden, als je zegt van ik wil een metaverse experience opzetten, kan je daar ook een beetje richting geven rond ontwikkelingskosten? Wat dat we nu zien, is dat er heel wat platformen, open source platformen, eigenlijk steeds populairder worden. Ik denk bijvoorbeeld aan Mozilla Hubs. Mozilla is de ontwikkelaar van Firefox, de webbrowser. En die willen eigenlijk heel laagdrempelig mogelijk maken om iets virtueel te bouwen, waaronder een winkel, aan een lage kostprijs. Het uitwerken van een virtual store, je mag daar wel... in principe moet je daar een werknemer, een VR-werknemer of een AR-specialist... toch wat tijd voor geven, dat kan toch al een paar €1000 zijn, vooraleer dat je iets werkend opgezet hebt. Dus ik denk inderdaad dan dat een gesubsidieerde oplossing, zoals die DigiHubs, een beter alternatief zouden zijn. Ja, als het toch budgetvriendelijk moet behouden.
Misschien kan ik als hier wat dat we doen om de noden van een KMO ja, te ontdekken. We doen, laten we zeggen, met een kleine brainstorm. In eerste een sessie met een aantal mensen van dat bedrijf doen we een brainstorm en detecteren we waar dat die metaverse al of niet een mooie rol kan spelen in kostenbesparing of meer inkomst. En als dat er niet is, heeft het ook geen zin om dat in te investeren. Dus we vertrekken vanuit een korte brainstorm en zien, voelen waar dat we het snelst productief kunnen zijn met een van die mogelijke technologieën om te gebruiken in dat bedrijf. En zo bouw je ook in dat bedrijf geloofwaardigheid in. Bijvoorbeeld, we zijn nu bezig met een dossier waarbij dat eigenlijk komt uit. Ja, eigenlijk willen we kledij laten passen en dat moet juist gepast zijn. Dat is niet ongeveer die maat, dat moet juist zijn. Dan zorgen we, dan kijken we wat is er op de markt, wat kan er ontwikkeld worden of wat is er al in de markt om zo'n oplossing te bieden. Dus ieder bedrijf heeft ook een beetje zijn eigen doelstellingen, zijn eigen noden. En dat, als je dat detecteert en dan koppelt dan een mooie proof of concept die dan het vertrouwen geeft, en zo stap voor stap. En dat is daarom dat we een roadmap ontwikkelen. Hoe ver wil je daarin gaan? En geleidelijk aan, maar met kleine sprongetjes, niet te geweldig zijn. Eerst goed nadenken, niet te veel kosten, maar zorgen dat dat onder controle blijft, dat budget. En zorgen dat inderdaad subsidie en andere mogelijkheden, workshops, training volgen. Daarom gaan we dus ook een volledige training ontwikkelen samen met de Frederik Business School. Om eigenlijk ook dat businessgehalte van die metaverse volledig te ontdekken. Dus, Goed, ik zie dat het bijna tijd is, dus ik ga dan zelf nog afsluiten misschien met de allerlaatste vraag. Want inderdaad, zoals Kurt net aanhaalt, wat superbelangrijk is, is inderdaad om je metastrategie volledig in lijn te houden met je standaard businessstrategie. Zoals Tom in de Q&A ook vermeldt, natuurlijk is brand awareness een zeer belangrijke factor om online ervaringen te gaan uitbouwen. De vraag die gesteld wordt is inderdaad, hoe ga je dan nog beter die link maken naar effectieve online en offline verkoop? Er wordt gerefereerd naar het project bij JBC, waar ik in de Raad van Bestuur zit, dus dan ga ik eventjes daar concreet op inpikken. Ze hebben effectief een enorme uitwisseling met een doelgroep van kinderen, jongeren, die zij niet bereiken via standaard communicatiekanalen. Dus dat heeft een enorme positieve impact op brand awareness. Anderzijds is het ook effectief één grote campagne om te linken naar de effectieve verkoop. Dus dat is ook in de wereld zijn er perfect mogelijkheden om door te klikken, kom je gewoon in de webshop. Zij hebben op dit moment ook allerlei games ontwikkeld waarbij je eigenlijk coins kan verdienen, waarmee je ook de digitale kledij unlockt. Dus op dit moment hebben zij nog ervoor gekozen om de digitale kledij nog niet monetair aan te bieden. Ook dat zijn mogelijkheden naar de toekomst toe. Dus je kan inderdaad die linken overal inbouwen en dat heel tastbaar maken. En dan kan je perfect ook dus die ROI nog beter gaan meten. Ik denk dat algemeen om te onthouden is, hè, want er zijn heel veel feedback, bijvoorbeeld Metaverse Fashion Week, er waren veel minder bezoekers. De merken die hebben meegedaan waren enorm, enorm tevreden. Waarom? Omdat de aandacht, de tijd die gespendeerd is per merk, hè, vaak tot enkele minuten is. Hè. Er zijn bepaalde ervaringen bijvoorbeeld waar dat mensen 9 minuten actief bezig zijn geweest met je merk. Dat is vandaag de dag de grootste uitdaging. Dus in plaats van enkele seconden door te klikken op je social media, net die connectie te blijven behouden. En daarvoor hebben we dus, zoals we vandaag gezien hebben, enorm veel mogelijke technologieën om die ervaringen zo optimaal mogelijk te bouwen. Zoals jullie zien, we kunnen daar nog heel lang over spreken. We gaan spijtig genoeg moeten afronden nu. Zoals Kurt ook al aangaf, jullie kunnen mij of inderdaad zowel Bas rechtstreeks bij Player
Of de mensen bij HoWest bereiken, dat kan natuurlijk ook allemaal via Flanders DC verlopen. Er is algemene adviesformulier waar dat jullie sowieso jullie vragen ook kunnen stellen. Ik zelf ben verantwoordelijk voor alles van technologie bij ons intern bij Flanders DC. Dus jullie weten ons ook altijd te vinden. Heel erg bedankt in ieder geval. En ik hoop dat deze sessie jullie getriggerd heeft. Om tenminste zoveel mogelijk zelf aan de slag te gaan als consument, om de dingen uit te testen en te kijken wat het voor jouw bedrijf kan betekenen. Fijne dag nog, tot de volgende keer. Dag.